Dit is een hartje op zijn kop. En dit is een diamanten hartje. Wow, wat? Wat is er gebeurd met mijn hartjes? Hoe kan het dat ze niet rood zijn, maar van diamanten? Ik heb dit letterlijk nog nooit gezien. En, oh, eens even. Betekent het dan ook dat als ik damage krijg, dat er dan wat gebeurt? Bommetje! Oh, wow! Oh, nee. Wat is dat? Waarom zit er iets achter me aan? En wat heb ik in mijn hand voor tool? Ik heb deze tool nog nooit gezien. Het lijkt wel een diamanten hakbel, maar ook weer niet. Oh nee, ik begin honger te krijgen. Een diamanten dubbel axe geeft resistance wanneer je hem vasthoudt. Ik krijg er door deze axe dus hartjes bij. Maar wat was dat voor diamanten dier? Kan ik hem daarmee slaan? Hallo, groot diamantenblok. Ben je hier ergens? Diamant, waar ben je? Ik ben nog nooit zo bang geweest voor een diamant, oké? Het is ook niet iets wat je in dagelijks leven meemaakt. Achterna gezeten worden door een mega diamant. Kan jij dat navertellen? Ik niet namelijk. Diamant, waar ben je? Ik zie hem lopen, ik zie hem lopen! Wat zal er gebeuren als we hem killen? Hij is wel echt super sterk. Hij mag ons niet pijn doen. Oh, diamant. Oh, ik zie hem. Daar gaat hij. Kan ik hiermee ook... Oh, ik kan hier heel snel mee hakken. Misschien is dit wel handig om op tools mee te maken. Oh, daar is hij. Oh nee, hij ziet me, hij ziet me, hij ziet me. Attack! Attack! Aanvallen! Ga dood, diamant! Ja! Het is gelukt! We hebben hem dood en we hebben een blok van diamonds! Oké, dat was deze video. We hebben het uitgespeeld. Doei! Tuurlijk niet, dat was een grapje. We hebben nu namelijk superveel diamanten, waarmee we diamond tools kunnen maken. En ik heb ook eigenlijk echt eten nodig, merk ik nu. Mijn hartjes trillen namelijk helemaal. Maar wat kan ik hier nog meer mee maken? Ik kan hiermee een diamanten chestplate maken. Was dit slim? Nee, want ik heb nu nog maar één diamant over. Ik had zoveel beter een diamanten pickaxe kunnen maken hiervan. Oh, waarom ben ik ook zo dom? Nou ja, het zal ook wel. Ik neem mijn pickaxe gewoon mee, of mijn axe. En wat is dit? Er is hier heel veel water. En een schildpad, een wolf. Maar wacht. Ik sprong net dus naar beneden. Daardoor kreeg ik pijn. Doordat ik pijn kreeg, kwam er een dier achter me aan. En dat vond ik niet fijn. Snap je? Dat rijmt op pijn. Maar wat zal er gebeuren? Al val ik van deze boom. Wow! Wow, 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 wow. Deze kist stond hier net nog niet. Dus als ik damage krijg, dan gebeurt er iets. Dan krijg ik iets en het kan goed zijn, hoop ik. Net viel het wel mee hoe goed het was. Nou, ik heb deze axe tenminste gekregen. Zal ik deze kist openmaken? Hopelijk doet deze kist me geen pijn. Net zoals dat diamanten blok wat net achter me kwam. Wacht eens even. Van nou komt hier weer zo'n diamanten blok monster achteruit. Oké, ik ga hem gewoon openmaken. Like om te openen. Hiervoor heb ik jouw hulp nodig. Klik binnen 3 seconden op het duimpje omhoog. 3, 2, 1. Daar gaan we. Wat? Oké, misschien was het toch best wel slim dat ik net een chestplate heb gemaakt. Want hier zitten zoveel diamonds in. Ik heb nog nooit zoveel diamanten gehad. En schoenen met mending. Oké, ik weet niet echt wat ik daarmee moet. Maar wat ik wel weet is dat we nu al superveel armor hebben. En we hebben een zwaard waarmee we eindelijk eten kunnen zoeken. Maar waar kan ik dat vinden? Ik heb een dier nodig. Een schaap of een koe of een varken. Geen honden. Ik hoop echt dat ik een keer botjes ga vinden. Dan kan ik de honden temmen. Dan kunnen we er eentje Wilbert noemen. De andere Wilfred. De andere Wilbo. Het zijn allemaal leuke namen. Vis! Kom op, vis. Dit moet ik hebben. Ga ik het rauw eten? Ik bedoel, ik heb wel diamanten, maar ik heb nog niet eens een oven. Ik heb nog nooit in mijn leven steen gehakt in deze Minecraft-wereld. Boom. Die is neer. En de laatste. Eindelijk kunnen we wat hartjes erbij krijgen. Want als we dat erbij krijgen, kunnen we ze er ook weer afhalen. En hopelijk kunnen we vandaag een diamantenhuis bouwen. Ik heb nog meer eten nodig. Meen je dit? Ik zie een schaap. Dit is de perfecte prooi. Wow, 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 wow. Wat? Wat is hier gebeurd? Waarom is dit allemaal zo overstroomd met water? Dit hoort niet echt te kunnen hier, neem ik aan. Dit is heel maf. Wat zijn 2 schaapjes. Wat lief, doei. Oh, die is gevallen. Volgende! Hier komen... Wow! Dit zwaard is zo sterk. Er staat ook sharpness 2 op. Dat zal vast verklaren waarom dat zwaard zo sterk is. Ik zie hier ook een hele familie koe. Het spijt me, familie koe, oké? Was dat je vader? Oh, sorry. Ik zal het niet meer doen, oké? Maar wat als jullie even die kant op kijken? Kijk. Ja, of gewoon naar de boom. Ah, voilà! Oké, stukken beter. We hebben er al best wel wat hartjes bij. Als ik dit stukje nog eet, dan gaat het eindelijk meer omhoog. Het moet me vandaag gewoon voor het eerst in mijn leven lukken om een huis te maken van diamanten blokken. En we zijn al goed op weg. We kunnen er nu namelijk al 2 maken. Oké, dat is niet heel veel. Maar als ik het zo doe, bam, hebben we er 10. Oké, dit is geweldig. En hier is een perfect ravijn om naar beneden te vallen. Bommetje! Au, wat is dit? Wow!
Een diamanten villager? Oké, ik heb nog nooit van het bestaan gehoord van een diamanten villager. Maar het ziet er inderdaad wel uit alsof hij een diamant in zijn zak heeft. Diamanten villager, kan ik je even wat vragen? Zonder dat je de hele tijd wegloopt, alsjeblieft. Kom op. Alsjeblieft, ik vraag het je aardig. Ik zeg er alsjeblieft achteraan. Oké, laat me geen geweld gebruiken. Ik heb een zwaard in mijn hand. Oké, dan luisteren we wel ineens, hè, meneer de villager. Oh, een zwaard in je hand. Dan is het wel eng. Ik heb honger. Oké, wat heb jij allemaal te koop? Een diamanten chestplate voor touw. En met touw kan ik wol maken. En met wol kan ik wortels maken. En met wortels kan ik een chain command blok maken. En met een chain command blok kan ik een mystery diamanten reward maken. Oh, wacht eens even. Ik heb een chestplate. Dus dat betekent dat ik hiermee gewoon touwen kan maken. Waarom zou ik ooit een chestplate verkopen voor touwen? Ik heb het gedaan. En het is ook zo vervelend, want je kan hier net niet mee 10 wol maken. Je moet net meer maar hebben. Oké, laat me alsjeblieft even craften, ja? 1 diamanten blok hebben we nodig, zodat we de nieuwe chestplate kunnen maken. Zodat we daarmee 1 extra touwtje kunnen maken. Yep. Maar wat we dan kunnen doen, is we kunnen al deze touwtjes hierin doen. Bam, hebben we het vol. Hé, loop nou eens niet de hele tijd weg! Ik ben letterlijk midden met je in een gesprek! Je luistert ook nooit! Nou, dat zal ook allemaal wel. Ik heb van jou nodig deze wortels. Ik heb meer wortels nodig. Waarom heb ik nou weer meer wortels nodig? Wacht, kan ik dat niet gewoon hiermee maken? 3, nee, ik kom ook 1 wol tekort! Betekent dat dat ik weer een diamanten chestplate moet maken? Op deze manier ga ik mijn huis nooit krijgen. Maar ik moet gewoon weten wat die diamond reward is. Oké, ik geef jou nog heel even wat touwtjes. Ik weet dat je het nodig hebt, oké? Al die diamanten chestplates van mij stelen. Frits, kan je nou 1 keer blijven staan? Je bent ook zo moeilijk, hè? Nou ja, oké, we maken tenminste nog meer wortels erbij. En dan heb ik eindelijk eten. Oh ja, wacht, ik moest wat bij hem kopen daarmee, hè? Wat moest ik ook weer bij hem kopen? Oh ja, dat diamanten commandblok. Frits, ik heb je nog 1 keer nodig. Oké, misschien nog 1 keer eigenlijk. We hebben nu namelijk het diamanten commandblok van Frits gekocht. En inderdaad kunnen we nu het rare geluksding kopen. De mystery reward. Wow! Oh my god. Ik heb een hele set armor gekregen. Was dat die mystery reward? Oké, de schoenen zijn wel slechter dan die ik nu heb. En ik heb een Curse of Vanishing chestplate. Wat moet ik daar nou weer mee, Frits? Ook een diamanten pickaxe met de Curse of Vanishing. En een Silk Touch pickaxe. Maar die zijn wel echt super goed. Ook hebben we nog heel veel blokken erbij gekregen. Oké, Frits, ik weet dat we een beetje ons meningsverschil hebben gehad in het verleden. Over die piraten en zo. Of ging het niet over piraten? Oh, het ging over regen. Heb jij het nou laten regenen? Of ben je nou gewoon heel erg aan het plassen? Ik hoop dat jij het gewoon hebt laten regenen en dat je niet aan het plassen bent. Dat zou echt heel vies zijn. Laten we snel en snel weggaan hier zo. Ik heb het wel een beetje gezien hier beneden eigenlijk. Sorry Frits dat ik hier achterlaat trouwens, maar ik moet er gewoon vandoor. En over de vandoor gaan gesproken. Damage! Oh, wacht. Damage! Oké. Okay. Oh, daar heb ik 1 diamant van gekregen. Maar wat is dit voor diamant? Dit lijkt wel een soort speciale diamant. Een edible diamond. Oftewel een eetbare diamant. Verandert de blokken onder je in diamanten? Ho, eens even. Dit moet ik uittesten. Samantha, moet je kijken wat ik heb? Ik heb een eetbare diamant. Wil jij hem eten? Ha, mag niet. Oké, wat gaat er nu gebeuren? Er gebeurt helemaal niks. Diamond platform, waarom doet het niks? Ho, eens even. Is dit die eetbare diamant? Er gebeurt letterlijk helemaal niks. Wat was dit? Een stomme diamant. Samantha, ik wil alsjeblieft dat je dit tegen niemand ooit doorvertelt. Dat ik zo erg voor paal stond. Snap je wat je staat voor een paal? Loop je nou gewoon weg? Vond je dit zo geen leuke grap? Ik vond hem best grappig. Oké, Samantha moet ervoor boeten. Nee, grapje Samantha. Ik laat je leven. Oh! Nou ja, of je valt zelf naar beneden. Doei! Arme Samantha is ook zo dom altijd. Nou ja, was. Gelukkig heb ik genoeg wortels. Ik kan nu gewoon op een worteldieet gaan. Waarom moet het zo regenen? Gelukkig heb ik daar een trucje op. Boom, het heeft gewerkt. Zijn jullie nou boos omdat ik Samantha... Laat ook maar. Stomme koeien ook altijd. Ik heb meer damage nodig. Huh? Ah! Oh, nee. Nee, 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 nee. Waarom ben jij hier? Wat is dit? Een diamond fireball pillager? Oh, eens even. Diamanten... Wat? Oké, dat had ik er nou nooit van verwacht. You get speed. Oh nee, wat? Ik ben al mijn spullen kwijt. Wat is hier gebeurd? Oké. Weet je, gelukkig kan ik heel snel nieuwe diamanten krijgen. Dit is een diamant, maar er zit een knop op. Wat zal er gebeuren? Oh, klik ik op deze knop? Zou jij op deze knop drukken? Ik vind het verdacht. Het kan iets goed zijn, maar het kan natuurlijk ook gewoon iets heel slecht zijn zometeen. Ik denk dat ik er gewoon op ga drukken. Wat zeg jij, hondje? Je loopt gewoon weg. Oké, dat betekent niet heel veel goeds. Ik ga er gewoon op drukken. Wow! Oké, het is goed dat ik erop heb gedrukt. Er komen allemaal diamanten uit. Ik
dit is geweldig. Maar ik heb weer nieuwe tools nodig. Hallo, mag ik een pickaxe? Dat was geen pickaxe. Ik heb sterker nog geen flauw idee wat daar net gebeurde. Maar ik ben wel opgeblazen. Dat is één ding wat zeker is. Wow, wat is dit? Een diamanten trap? Kan ik hier... Wacht, als ik nu in het vuur ga staan... Wow, oké. Daar wil ik niet in belanden, alsjeblieft. Nog een keer. Wow, hey, daar is weer zo'n diamond villager. Ja, nou weet ik wel wat je allemaal voor troep aan me wil verkopen. Oh nee, het wordt zometeen ook nacht. En dat er ook al mijn spullen kwijt ben. Geef me alsjeblieft wat goeds. Wow, 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 wow. Wat? Dit is letterlijk een... Ah! Een diamanten pistool! Oké, dit is misschien precies wat ik nodig had. Je krijgt 20 speed en 5 diamanten. Ik heb speed gekregen. Dit is perfect om tegen monsters te vechten. Laat ik misschien ook een klein beetje aan de veiligheid denken vandaag. Ik ga gewoon een crafting table maken, zodat ik daarmee wat diamond tools kan gaan maken, zoals armor. Ik heb er nu 27. Dat moet genoeg zijn voor een hele sterke set. Dan maken we er nog een mooi helmpje bij. En voilà, we hebben alles. Laten we dit diamanten pistool uittesten op een paar van die stomme monsters hier. Oh, waar zijn jullie nu? Ik ben zo snel. Gaat dit ook zo snel in het water? Oké, in het water valt het best wel mee. Het scheelt meer een beetje voor op het land. Maar kijk dan hoe ver dit ding... Wow! Dit schiet zo ver. Wacht, als ik dit nou hier... Auw! Hallo, wat doe jij hier nou weer? Wacht, in het vuur? Huh? Een nether diamond? Laat me vallen op de grond. Wow! Wat? Ik heb een aqua infinity helm gekregen. Oké, wacht. Krijg ik er meer van als ik hier in het vuur ga staan? Ik heb ook een potion. Een diamond lucky potion. Ik krijg zoveel. Maar waar ik het meest verbaasd van ben, is dat we netherite hebben. Wat gebeurt er met de villager? Diamond villager, kijk alsjeblieft een beetje uit, oké? Het is geen speelkwartier meer. Kan ik deze nog vaker op de grond laten vallen? Ja. En als ik dat doe, komen er allemaal goede spullen uit. Zoals feather falling. Dat is iets waar je wel wat aan hebt. Ik heb ook een golden apple gekregen. Een enchanted golden apple zelfs. Misschien dat ik die zo meteen even moet gaan inleven. Een knockback zwaard en een smite zwaard. Dan denk ik dat knockback net wat beter is op een zwaard. En wow, nog meer netherite scraps. Ik krijg zulke goede dingen uit deze gekke diamanten. Zelfs iron? Wat ik daarmee moet? Geen idee. Maar deze golden apple kan ik nu lekker opeten. En deze villager, die hebben we niet nodig. Sorry. Bedankt voor het langskomen, denk ik. Wacht eens even. Kunnen we hier niet ook mee gaan minen? Wow. Wow! Wat is dit? Oh, nee. Nee. Ik moet hieruit ontsnappen. Hoe kom ik hieruit? Ik heb een pickaxe nodig. Oké. Hoe kom ik hier ooit uit? Ik zit letterlijk helemaal vast, zoals je kan zien. Gewoon vast geglitcht. Wat moet ik hiermee? Een diamond zwaard? Hallo? Ah! Wat is hier gebeurd? Oké. Ik heb een end diamond. Ik heb zo geen idee wat hier allemaal gebeurde. Er gebeurden zoveel gekke dingen. Het begint ook te onweren ineens. Er zit daar een gekke zombie vast. En ik heb deze diamond lucky potion. Ook heb ik dit zwaard. Een diamond saber. Rechtermuisknop voor een speed boost. Oh. Wow! Oké, dit werkt wel goed. En de attack damage is ook wel goed. En de attack speed ook. Oftewel, je kan heel snel slaan hiermee. Veel sneller dan een diamanten zwaard. Maar wat gaat er gebeuren? Al neem ik dit in. Deze potion. Er gebeurt helemaal niks. Ik heb... Oké, ik heb wel wat... Oh nee, wat is dat? Hier komen zombie. Wacht, pak me maar. Auw! Oké, dat hadden we niet moeten doen. Snel weg hier. Oh nee. Misschien dat we een van deze diamanten kunnen gooien. Misschien dat er dan wat gebeurt. Oh nee, nu hebben ze alleen maar betere tools gegeven. Ik moet redden voor mijn leven. Waar ga ik ooit dit diamantenhuis kunnen bouwen? Al word ik de hele tijd achterna gezeten door van alles en nog wat. Wacht eens even. Waarom zou ik rennen? Ik heb letterlijk hier een pistool om mee te schieten. Appelen! Woehoe! Oké, hij is wel sterk. Waarom ben jij zo sterk? Oh nee. Wat gebeurt er? Ik moet wegrennen. Waarom zijn hier... Waarom zijn er zoveel monsters? Deze mod is zo apart. Ik snap er helemaal niks van. Oké. Ik denk dat de diamanten niet zo van mij houden. Tenzij ik nu geluk krijg. Nee. Oké, dat was het. Ik ben er klaar mee. Het is genoeg geweest. Ik ga alleen maar dood. Klik op een van deze twee video's. Die moet je gezien hebben. Waar wacht je op? Klik er nu eentje aan. Doei!